Rachid Traoré moet zich op 4 januari in Ter Apel melden ter voorbereiding op zijn uitzetting. De student Sport en Bewegen op het Groninger Alpha College vluchtte 3 jaar geleden uit Burkina Faso nadat zijn ouders waren overleden. Hij woont nu in een asielzoekerscentrum in Zwelo. In Groningen zijn al diverse acties door zijn medestudenten gehouden om Traoré in Nederland te houden. Zondag speelt zijn club Achilles 1894 in Assen tegen Bikwik uit Groningen. Ook dan wordt er actie gevoerd voor Rachid Traoré,